Dat is zeker een lekker tostietje. Die wil ik ook wel hoor. Shit, nu krijg ik trek in tosties, godverdomme. Dagelijkse D. Yo, dames en heren, mijn en En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sims-aflevering hier op dagelijkse D. Ik logde in en... Dit. Gewoon dit. Dit kreeg ik voor me. Er staan hier drie knakkers in de badkamer. Eentje bij de boekenkast. Eentje, er staat gewoon niks te doen. Eentje in de keuken. Eentje is mysterieus. Oh, die staat hier op de trap. Oké, okay, duidelijk. Oh ja, en daarentegen, ik heb ook nog fucking rekeningen van 1000 euro. Dus laten we maar gaan spelen. Het zal allemaal heel leuk worden. Melvin, rekeningen betalen, jongen. Het mag weer eens. En er ging allemaal fucking geld. Shit. Nou, dan is het gelijk weer tijd om. Uh... Oh, was ik een mobiele app aan het maken? Dan is het eigenlijk maar weer gelijk tijd om even een paar dingetjes te gaan hacken. Om weer wat geld te verdienen. Oh ja, shit. Iedereen die heeft nu die gespannen shit. Van dat ze videogames tekortkomen. Dat is echt zo shit. Nou, ik ben blij dat alle jongens weer een beetje gezellig op hun eigen plekje zitten. Achter hun computertje. Allemaal zijn ze geconcentreerd. Ze hebben allemaal een hele leuke paarse kleur. Behalve Melvin. Die wil eigenlijk nog met mensen communiceren. Maar dat doet hij niet. We zitten allemaal zo dicht op elkaar en niemand communiceert. Met elkaar. Jongens, geld. Ik heb geld nodig. Hoe staat het met dat geld? Nou, nu hebben we weer 1500. <laughs> Fucking dollar. Nou, dat ging relatief snel. Jos, gitaren. U mag het doen. En dan mag Matty onze huisvrouw, even toileteren. Maar daarna mag hij toch even lekker gaan koken, joh. Op zenuwen gewerkt, de dus slecht gespeelde muziek. Is het serieus zo slecht? Ja, misschien is het dan niet zo handig dat ik die gitaar daar heb neergezet. Ik denk zodra Jos er goed in is, zolang hij lang genoeg heeft geoefend, zal hij er briljant in worden. Wat zou er gebeuren als ik die sneeuwpop zal aanblijven staren? Niks. Gewoon niks. Gewoon kijken. Daar word je blij van. Dat vind je leuk. Jos kan nu blues nummer spelen? Dat wil ik wel horen. Nummer blues. Haha. <laughs> Burgen kwijt. Oké, okay, uh, uh, doe maar de. zondag. Klinkt wel als een bluesnummer. Oké, okay, oké. Okay. Ik word een beetje afgeleid door die pratende poppetjes hier. Dus ik stel voor. Neem het gitaartje mee naar beneden. En ga hier even oefenen. Oké, okay, iedereen staat in de rij voor eten. Niemand pakte het blijkbaar. Ik stond er zelf ook bij te kijken: van ja, wat, wat gaan jullie nou doen, jongens? In ieder geval, Jos heeft de gitaar in zijn inventaris, hij kan nu de blues spelen. Ik ben persoonlijk fan van de blues. Dus ik wil wel eens horen van wat hij nou uiteindelijk heeft te spelen. Oh nee. Matty, dat ding is stuk. Dat ding gaat stuk. Stop, 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 stop. Valt hij al te repareren. En daar is de bluescreen. screen. Milan. Milan. Oké, okay, Jos. Ga daar naartoe. Wie de fuck is dit? Oh, mijn god. Oh, mijn god. Dit is nou exact een dame voor Melvin. <laughs> Oké, okay, Jos, en dan wil ik dat blues nummer wel even van jou horen. Echt zo'n typisch bluesdeuntje. Cool. Oké, okay, oké, okay. wacht, wacht, wacht. Laten we elkaar weer zien. Jos die heeft de blues. En Frans die zitten luisteren. Ik ben hier niet zo goed in. Maar ja, ik ben geen muzikant. tel. Ja, ik vind het geweldig, joh. Ik eh, dat, dat, dat speel er speelde nog maar eentje hoor. Ik, ik blijf wel luisteren. 20 minutes later. Ja, dat speelde je goed. Dat vind ik fucking awesome, dat het er gewoon in zit. Dat had ik serieus niet verwacht. Ik ben echt... Ik ben een blije knakker nu. Dat kan ik echt... Ah, vind ik mooi. Vind ik gewoon hartstikke mooi. Oké, okay, stiekem zet ik... Nou, stiekem wil ik nou ook weer niet zeggen. Ik zet Don weer even verder aan het werk wat betreft de mobiele app. Ik zet Frans aan het werk om een nieuwe computergame te maken. Meer royalties, meer money, meer zwemmen in die doekoe. Wacht, Melvin, hoe ging het trouwens met die... Uh, zwarte dame? Heb je haar nummer nog geregeld? Eh. Hey? Kijk je. Of zullen we. Even, of Erika even bellen. Ja, 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 ja. Melvin, wakker worden. Gewoon even wakker worden of ze blijft slapen. Oh, fuck it. Oh, ze komt er langs ook. Wat een dwaas. Gelijk uitnodigen om te blijven slapen, Melvin. Gewoon gelijk het bed induiken. Blijf je slapen. Oh, ze is moe joh. Oh, dat klinkt goed. Neem er maar mee. Melvin. Melvin. Nee. Fucking ja. Yeah. Ga gewoon gelijk een kind proberen te maken. Nee, zeg dat het niet gebeurt. Melvin, jij gekke rakker dat je er bent. Ga je nou serieus? Gaat dit nou serieus gebeuren? Oh my god. Nee, nee, nee. Oh, dit is een oja. Oh Wat? Is dit een kind oja oh of is dit een gewone oja? Oh is dit een legit oja? Oh er staat bij naar uitgerekende datum vragen. Kan het zijn? Is het waar? Is het zover? Kindje proberen te maken. Fucking druk gewoon nog een keer op die knop. Haha. <laughs> wat voor idioterie is dit? Het gaat gewoon nog een keer gebeuren. Hoe kan dat? Dat is fysiek geen eens mogelijk. Oh, 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 hallo. Wat ga je doen? Wat, wat is dit? Waarom gaan jullie nou fucking uit bed opeens? Wat? Jullie gaan uit jullie zelf nog een keer kindje proberen te maken? What the fuck? Melvin gaat erop los hoor. Ja, Jos die is wakker. Die zit ook van, ja, hallo. Het constante gebad naast mijn oor. Dat vind ik niet zo fijn. <laughs> What the fuck? Is ze al zwanger? Melvin? Oh, Mel vindt die snurk nu heel erg. Nou, dan niet hoor. En is al zwanger. Ik kan, eh, ja, dat, dat kan je natuurlijk niet zo 1, 2, 3 zien, maar... Serieus, de enige die wakker zijn, zijn Jos en Erika op het moment. What the fuck? Oh, twee knakkers zijn wakker. Hello? Weet je wat, Matty? Maak maar een taart. Een wit of een chocolade. Chocolade is prima. Voor degene die een kindje proberen te krijgen, gaat helemaal mooi worden. Zeg Jos... Je bent toch niet het vriendinnetje van Melvin aan het afpakken, hè? Ik weet niet of Melvin dat zo prettig vindt. Straks komt er nog een vechtpartijtje hier in huis. Hallo, Erika. Gezellig. Wat ga je doen? Oké okay dan. Waarom? Oké, okay, je hebt er geen verklaring voor. Mooi, je moest gewoon even je handen wassen in de vuilnisbak. Milan gaat die maar even leeghalen. What the fuck. Oké. Okay. Goed gedaan, jongens. Dit is exact hoe je een gesprek voert. Nee. Dat is het niet. Paardje toevoegen. Verjaardagskaarsje. Oké, okay, doe een paard erop. Boeit me niet dat het 25 kost. Gooi een paard. Swag. Dat, dat is geen paard. Oh, is dus op die manier een paard. Ik las het verkeerd. Paardje van bruidstaart halen. Yo, dat ding staat nog aan. Pas op. Yo, hallo. Ding staat er aan. Niet je handjes branden. Ongemakkelijke op... Waarom heeft Matti dat in vredesnaam gezegd? Wat heb je gezegd? Ja, lach maar, Milan. Zo grappig vind ik het niet. Lul. Nou, dan blijft weinig van die taart over als iedereen zo lekker blij blijft staan. Dat is een stotterwoordje, jongens. Oké, okay, weet je wat? Mijn karakter gaat ook wel een, een klein beetje wat aan zijn conditie doen. Ga maar even boksen oefenen. Uiteindelijk zullen we wel sparen voor fitnessapparaten en al die andere nonsens. En dat kunnen we dan ook bijvoorbeeld op de vierde verdieping kwakken. Maar nu nog eventjes niet. Wat is er? W waarom ben je boos? Waarom ben je boos? Waarom zo boos? Waarom ben je boos? Op wie ben je boos? Je wilt vrienden worden met Matty, maar waarom ben je boos? Iemands gezicht beledigen. Is Frans boos? Frans is niet boos? Ja, ga even lekker op een vieze wc. Spoel hem door. Maak hem schoon. Even je frustratie. Wegwerken. Oh, doe je, Erika? Leuk dat je er was. Milan, Milan, laten we het er even over hebben. Kom op, je bent oud genoeg. Waarom ben je zo boos? Ik ben gewoon pislink, ja. Kwaad. Boos. Hoe lang ben je boos? Je bent vier uur boos. Oh, dat is wel erg lang boos. Oké, okay, wat kunnen we daaraan doen om jouw boosheid weg te krijgen? Ik heb daadwerkelijk geen idee. Nee, wat de fuck ga ik doen? Ik wil sporten. Ga sporten, man. Even, even gewoon, even, die shit in orde krijgen. Sport, outfit, swaggerino. Ik zie er echt uit als een zwakke loeber, gewoon. Oh my god. Zeg dat het niet gebeurde. Oh my god. Milan, ga je nu serieus boos zijn op Melvin? Wat een, waarom, waarom ben je boos? Excuses aanbieden, alsjeblieft, man. Doe toch eens even normaal. Wow, een nieuwe game? Wegpiraat Alpha spelen? Open de game, open de game. Dat is fucking Street Fighter. Waarom heet het in godsnaam Wegpiraat Alpha als het een vechtersgame is? Ja, oké, okay, Milan, je zit nu gewoon ruzie te maken met iedereen. Boos. Kloothommel. Frans, ik, ik vraag het niet graag aan je, maar kan je nog even een keertje gewoon even lekker koken voor de jongens? Wat we ook kunnen doen is gewoon meerdere fornuizen neer kunnen zetten. En gewoon dat iedereen. fuck it, iedereen kookt voor zichzelf. Dat is ook wel een geinige optie. Hé hey Frans, hoe smaakt dat? is toch wel een lekker tostietje, hè? Ja, dat glimlachje kan er vanaf hoor. Dat is zeker een lekker tostietje. Die wil ik ook wel hoor. Shit, nu krijg ik trek tosties, Godverdomme. Nou, in Milan, ben je nu niet meer boos? Kan je nu gewoon even normaal aan tafel zitten en met Joost een gesprek houden? Is dat mogelijk? Zonder als een kinderachtige te keer te gaan. Zeg neus! Nou, je komt alsnog al agressief over hoor. Is dit nodig? Ja, Joost die lachte. blijkbaar om. Pruba. Come on, maak die mobiele app af. Gewoon voor geldredenen. Code, nog meer code. Schrijf de code, mooie codes. Oh ja, we kunnen een nieuwe computer kopen voor iemand. Laten we dat maar eventjes doen. Ja, ziet er prima uit. Mooi. Ja, je bent moe, je moet plassen. Maar maak die fucking app nou eens af. Gewoon voordat je moet plassen. Oh my god. Hij kan het niet aan. Hij kan het niet aan. Hé, hey, de mobiele app is voltooid. Van, gewoon, dit duurde lang. Gewoon, zo noem ik hem. Dit duurde lang. Duurde veel te lang. Don, je mag eindelijk slapen. Je hebt het verdiend. We hebben een mijlpaal bereikt. We hebben gewoon verschillende apps, computergames hebben we afgerond. We hebben flink wat geld verdiend. We gaan nog vele malen verdiepingen bovenop dit huis gooien. Zodat het gewoon één belachelijk grote toren wordt. Je ziet het allemaal gebeuren in de volgende afleveringen van The Sims. En die zal je zien elke dinsdag en zaterdag om 8 uur s avonds komt er een nieuwe aflevering. Dus vond je het vette aflevering? Mag je dat belonen met een duimpje omhoog? En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei! doei. Dagelijks HD.